Dag meneer Rietveld, u heeft vandaag een bewogen dag meegemaakt. Ja, zeer zeker. Kunt u vertellen waar het vandaag over gaat? Nou, het zou over een hoge beroepszaak gegaan zijn tussen Rietveld en GR en van de Assen, advocaat uit Leusden. Waar? In Arnhem, gerechtshof Arnhem. Oké. Okay. Om 9 uur beginnende en hij was dus eigenlijk om 3 minuten over 9 afgelopen. Geef de naam eens van de voorzitter en van de advocaat-generaal. De naam van de voorzitter is meester J.A.J.M. van Kuik. Ja. En de advocaat-generaal is meester I.E.W. González. Oké. Okay, en die zei, kunnen er beide van op aan dat ik dus in principe een vuilslag met ze zou gaan voeren. Oké. Okay. Het hof of de voorzitter heeft gezegd dat je dus binnen 14 dagen in cassatie kan gaan. Ja, ja. Nou, dat is een zinloze zaak. Dat is een zinloze zaak. Daar zal ik mijn energie ook niet insteken. Nee. Ja, 1 briefje, mini. Nee. Goed. En wat gaan we dus nu doen? We gaan dus nu over een paar uurtjes gaan we dus aangifte doen, strafaangifte doen. Wat betreft dus de werkwijze die zij dus met, als zij de voorzitter en advocaat-generaal hebben kunnen bedenken, laat ik het zo maar zeggen, om dus dit ten uitvoer te brengen. En ja, men heeft dus daar aan het broek de strafbare feiten als zijnde rechtsweigering, opzettelijk het recht belemmeren. CQ dus dat als kennisdragers van strafbare feiten, artikel 161, 162 strafvordering, dus categorisch te weigeren. En daarmee dus in principe eigenlijk alle rechten en wetten dus maar naast zich neer te flikkeren. Ze waren dus niet op zoek naar waarheid? Nee, dat lag hier. Hè. Dit was dus feilloos, helemaal kant en klaar. Daar kon niemand uit het aan ontsnappen. Hè. Elk detail zit en zat erin. En nou, dat zo zijn er nog een 223 ordners bij. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, wij gaan dus nu naar de politie in Arnhem. Ja, klopt. Om 3 uur, heb ik begrepen. Ja, ja. En dan gaan we dus, tenminste, u gaat dan aangifte doen. Ja, klopt. Wegens rechtsweigering. Rechtsweigering, opzettelijk het recht belemmeren. Ja. En uit het artikel 160 tot en met 162 strafvordering, dus gewoon, laten we zeggen, naast zich neerleggen. Hè. Dit is allemaal strafbare feiten die hierin ligt. Waar kun je terecht als een hof of een rechter of een rechtbank eigenlijk de boel probeert te frustreren? Nou, je kunt dan in principe eigenlijk nog het stap maken als cassatie bij de Hoge Raad, maar dat heeft dus eigenlijk totaal geen zin. Nee. En uiteraard dus moet je dus helemaal onderin beginnen, dat is met een strafaangifte. En dan moet je dus eigenlijk maar even afwachten wie je dus eigenlijk op het pad gaat zetten en krijgen, om dus de juiste, situatie te weten te los te peuteren, laat ik het zo maar zeggen. Oké, okay, nou in ieder geval, we gaan op pad dan maar. Ja, dat lijkt me verstandig. Ik zou zeggen van... Ja, maar hier zit dus in principe in de zaak tegen Geer van der Assem, hè, die dus bij de rechtbank Utrecht Midden-Nederland onder president Unieke Venema heeft plaats kunnen vinden met nepadvocaat R. Jaasma. Hè, tijd gezeten onder dus meneer Pechtold bij de D66. Die heeft zich dus 3 maanden uitgegeven als zijnde advocaat van mij. Die heeft dus de zaak vernacheld in december. Dat heb u ook kunnen horen van de advocaat-generaal. Dus het hoge beroep is te laat ingediend volgens haar zeggen door meneer Jaasma. Dus dat was ook eigenlijk dan tussen haakjes vernacheld. En kort gezegd, ja, hè, hier ligt dus alles wat dus eigenlijk vernacheld is. Er zitten dus ook zo'n 800 mails in van meneer Jaasma naar mij in die 3 maanden dat ze hem grof hebben betaald om dit dossier dus uit het van mij uit het los te peuteren. En kort samen, daar heb ik een huis voor kunnen krijgen. Hè, daar heb ik geld op een bankrekening voor kunnen krijgen. Alles staat dus in de mail en in de sms-berichten. En een gedeelte ligt dus ook al bij politie. Dus het verbaast mij dat Jaasma dus nog vrij rondloopt. Want mij hebben ze dus uiteraard voor, laat me zeggen, een kaasschaaf die ik niet nooit heb gezien, van 2,5 euro, hebben ze mij dus tot 4 keer aan toe, in 2011 in juni, op Schiphol toen ik naar Hongkong vertrok, hebben ze mij opgepakt voor een kaasschaaf waar ik niet van wist dat ik die gestolen zou hebben. Toen ik van Hongkong terugkwam, toen werd ik dus voor de 2e keer opgepakt. Toen ik dus terugkwam, uiteraard bij mijn huis, werd ik dus na 3 dagen belegerd in Castricum door politie Castricum, voor dezelfde kaasschaaf. En nu, een maand of 3 terug, was ik dus uit het Amsterdam Zuidoost voor bepaalde zaken te doen bij Boekel en de Naré. En dat heeft met de campingmafia te maken en de campingunie. Meneer Bakhuizen, meneer Richard Homburg, meneer Jan Parelberg, J.D. Parelberg. En daar zijn we dus eventjes mee bezig nu. Dat pak ik aan. Oké. Okay. In ieder geval, dat het stinkt in de rechtsstaat Nederland, zonder grondwettelijk hof, waardoor rechtelijke uitspraken nooit getoetst kunnen worden aan de grondwet? Nee, maar 1 ding heeft dus de natuur mee. Hè? Als je dus een enorme gierput hebt en die sluit je af,
Ja. Eens dus door het natuurlijk proces, hè, vliegt onherroepelijk het deksel van die gierput. Daar gaan we nou mee beginnen. Goed, ik wacht af tot het gaat ploffen. Ja, nou dat zal niet zo lang duren. Uw werk, hè? Geen ontsnappingsmogelijkheid nodig. Niet voor UWV, niet voor advocaten, niet voor deurwaarders en ook niet voor rechtbanken en rechters. Nou, je ging dus de rechtbank in en ja. Toen, vertel, precies, van minuut tot minuut. Zo dat de advocaat-generaal die sprong op. Ja. En die gaf aan dat dus de zaak onafhankelijk verklaard zou moeten worden, omdat dus uit de zaak dus te laat aangegeven zou zijn. Ja. Nou, kort gezegd, als dat aan de orde geweest zou zijn, dan hadden ze hem dus ook niet hoeven laten plaatsvinden. Okay. De wederpartij was daar al van op de hoogte, want die waren er niet. Sommige mensen die er zouden zijn, die waren er ook niet, omdat het dus mollen betroffen. En dat heeft een klein beetje het verband met dus meneer Jaarsma. Meneer Jaarsma is dus uit het door de overheid, laat me zeggen, 3 maanden lang. Laat me zeggen van december 2012 tot april 2013 op mijn laat me zeggen, persoon gestuurd. Om dus dit te kunnen bemachtigen. Alleen dit is een fractie van ongeveer 5 ordners, 6 ordners. Maar er zijn in totaal 230. Nou, als die 230 dus op straat komen te liggen. Hè, dan heeft dus of half Nederland met het andere helft van Nederland dus uit het zware oorlog. Hè, en kan men dus over weer miljoenen gaan claimen. Goed, gaat, je hebt gaat dus, ook veroorzaken. Je hebt dus eigenlijk een stukje theater meegemaakt in de Merenstheater. In het gerechtshof. Ja. Het lijkt er dus op dat ze van tevoren gepland hadden om jou zo gauw mogelijk af te serveren. Dat is ook gebeurd in 1 minuut. Vertel, hoe ging dat? Nou ja, het is dus zo, de advocaat-generaal die zat al eventjes, laat me zeggen, het hof dat kwam aanlopen. Ja. Die gingen zitten en die vroegen uit het op wie ik was. En nou, dat ik heb aangegeven wie ik was. En kort samengevat was dus de advocaat-generaal die dus per direct opsprong en dus tegen de voorzitter zei van nou, deze zaak is niet aan de orde, want hij is te laat ingediend. Door wie? Door wie? Door mijn persoon of door de advocaat die niet bestond. En dat was dus mijn meester R. Jaarsma. Oké, okay, en daar was het hof eigenlijk wel heel tevreden mee, begrijp ik. Wat zeg je? Daar was het hof wel tevreden mee. Daar was het hof heel tevreden mee, want ze zullen daar dus grof voor betaald hebben. Hè? Want meneer R. Jaarsma, die heeft dus jarenlang onder meneer Pechtold gezeten. Als zijn er bij D66 en Europese Partij Nederland moet het nou geloof ik worden. Ja, maar wat is nou de consequentie van zeg maar het in de doofpot krijgen van nou de ja, affaire? De consequentie zal zijn dat uit dat meneer Van der Assem dus nog zwaarder in de hoedanigheid als zijnde. Hè. Deze minister heeft dus een document laten maken. Ja. Ja, en daar staat dus een duidelijke tekst op. Ja. Ik geloof dat één vandaag die zou daar zich nog mee bezig gehouden hebben. Ja, ja, van de week, ja. Dat weet u als geen ander. Ja. En kort gezegd is het dus zo dat ik zeg van ja, ik heb daar eventjes een kleine mededeling mijnerzijds aan toegevoegd. En hij was eigenlijk heel tevreden. En eigenlijk, nou ja, zowel u als ik hebben daar eigenlijk niet meer van vernomen. En ja, dat is nu eigenlijk wel aan de orde wat dus uit de reden daarvan geweest is. Kun je ook vertellen wat er in die brief staat? Ja, in die brief staat dus dat gerechtshof... Lees hem eens voor. Vertrouwelijke mededeling. Als preventieve maatregel dienen aangifte faillissementfraudes waarbij de betrokkenheid van curatoren aannemelijk is altijd beantwoord te worden met de oplegmededeling ten behoeve van de aangever. Indien beklag ex artikel 12 SV hierop volgt, is overeengekomen dat het gerechtshof deze opleggingen rechtzelf geldig zal bekrachtigen. Die minister van Justitie, dat is Balin. Oké, okay. Dat betekent dus uit feite dat geen enkele aanklacht tegen een beëdigd ambtenaar, een rechter, advocaat, deurwaarder, dat hij ooit tot rechtsvervolging of strafvervolging zal kunnen leiden. Dat blijkt sinds vanochtend. En dat blijkt dus vandaag ook. Ja. Ja. Wat is eigenlijk je aanklacht geweest of je verdediging tegen? Mijn zaak was dus een hoger beroep tegen dus een uitspraak die dus niet meer als degoutant betrof. Laat ik het zomaar kort samenvatten. Ja. En wat dus heden ochtend heeft plaatsgevonden, dat is niet alleen crimineel. Maar je zou dus denken dat dus die voorzitter en nou dat advocaat-generaal dus beide krankzinnig moeten zijn om zoiets te kunnen doen. Goed, nou je bent dus nu dus niet tevreden over de gang van zaken. Nou, men heeft een oorlog ontketend waar ze dus nog niet van weten wat ze dus in principe aangehaald hebben. En waar zitten we nu op te wachten? Op een aangifte van politie. Waar? In Arnhem. In Arnhem. Tegen de voorzitter van de strafkamer. Hoe heet en uiteraard tegen de advocaat-generaal. Welke namen hebben die mensen? Ja, dan moet ik even in een ander document kijken.